ik ben Ricky, eerstejaars studenten communicatie. En we staan hier in Rotterdam op de Wereldhaatdagen. Ik ben samen met mijn klasgenoten. Hoi, ik ben Kim. Hoi, ik ben Tessa. Isha, John Piero. En we gaan jullie meenemen naar de Mega Windforce. We staan nu bij een windturbine, dus volgens mij hebben we het wel gevonden. Dus daar gaan we nu heen. Yes, nou, ik sta hier naast Jaap van Windforce, Mega Windforce. Wanneer kunnen mensen deze langs de weg of in het water zien? Eind volgend jaar zullen we hopelijk van de eerste het leven echt met water zien. Heel duurzaam. Alles is afbreekbaar. Op het moment dat die molen na 30 jaar afgebroken is alles recyclebaar. Deze molen, dit is de toekomst. Je staat hier nu bij een historisch moment, want wij hebben dit uitgekozen, deze molen te launchen bij de Wereldhavendagen. We waren nog niet zo ver, maar gegeven het feit dat we dus nu de Wereldhavendagen aangeboden hebben gekregen, zijn we startklaar. En jullie hebben de primeur om te horen dat de eerste molen hier in Rotterdam het levenslicht laat. Nou ja, hartstikke bedankt. En je moet en jij ook. Ik wens. Ja, van Mega Windforce. Wij hopen dat jullie het leuk vinden. Wij hebben het in ieder geval erg naar ons zin gehad. Doei!